In september 2024 zijn de dagelijkse bestedingen van de Nederlandse bevolking met 3,5% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze gegevens werden bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat definitieve cijfers presenteerde die overeenkomen met de voorlopige raming. Vergeleken met augustus is er sprake van een lichte daling. De belangrijkste factor die bijdraagt aan deze daling is een aanzienlijke daling van de prijzen van motorbrandstoffen. Die in september 11% lager waren dan in dezelfde maand van 2023. Niet alle sectoren van de economie laten echter zo'n positieve trend zien. In tegenstelling tot de brandstofprijzen blijven de kosten van kleding stijgen met 2% joj in september. Deze groei had een merkbaar effect op de totale inflatie. Volgens de Europese berekeningsmethode bedroeg de inflatie in Nederland in september 3% en bleef daarmee op hetzelfde niveau als de voorgaande maand. Opmerkelijk is dat de inflatie in Nederland nog steeds boven het gemiddelde van de eurozone ligt, als gevolg van veranderingen in de prijzen van diensten en tabaksproducten. Deze economische indicatoren benadrukken de voortdurende uitdagingen voor consumenten en de overheid. Aangezien veranderingen in bestedingen en prijzen een grote invloed blijven hebben op de economie van het land.